Heb je wel eens van reverse sneezing gehoord? Mila en ik gaan je uitleggen wat het is, hoe je het kan herkennen en wat je kan doen als baasje. Sommige honden en katten hebben regelmatig last van reverse sneezing. Het is een soort snurkend geluid wat bij inademing gemaakt wordt. En het komt meer voor bij honden dan bij katten. En we zien het ook vaker bij wat kleinere honden of honden met een korte snuit. En bij opwinding treedt het ook wat vaker op. Nou, wat gebeurt er bij reverse sneezing? Dan wordt het zachte verhemelte wordt eigenlijk in de luchtpijp, in het strottenhoofd gezogen. En dat geeft wat benauwdheid en kan soms ook wat paniek geven bij honden. Ik zal Mila even verzoeken terug te komen, dan kan ik laten zien hoe je het op kan lossen. Nou, Mila wil weer meewerken. Als een hond of een kat dus last heeft van reverse sneezing, dan kan je dat oplossen door ze te laten slikken. Nou, bij sommige honden of katten werkt het als je wat te eten of wat te drinken aanbiedt, dat ze al wat gaan smakken en speekselen en slikken. Wat soms ook werkt is om heel snel eventjes, heel kort, de neusgaatjes dicht te drukken. Dan slikken ze ook. Dan kan ook dat strottenhoofd weer onder het verhemelte uitkomen. Dus het is een beetje aftasten en kijken wat werkt bij welk dier. Nou, als jouw hond of kat nou regelmatig er last van heeft, van het reverse sneeze, of het wordt erger, dan is het verstandig om hem even goed te laten controleren door je dierenarts. Want bijvoorbeeld door ontstekingen, een gebitsontsteking of een ontsteking ergens anders in het kopgebied, kunnen die lymfeklieren hier wat opzetten. Daar hebben we ook een video over gemaakt, over de lymfeklieren, hoe je die kan checken. Maar als die lymfeklieren hier wat opzetten, dan wordt het keelgebied voller en dan kan reverse sneezing ook wat vaker optreden. Het is eigenlijk altijd goed op te lossen, maar zie je het dus heel veel bij een dier optreden of komt het ineens bij jouw dier voor en voorheen niet, laat hem dan even checken.